Deze nieuwsuitzending is heel erg actueel, want we gaan weer lekker in de Bijbel lezen. We zijn vorige keer gebleven in Genesis 1. We hebben ook Matteüs gedaan, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7. Nu zijn we begonnen in Genesis 1. Dit is denk ik de derde die we erover gaan doen. En we zijn vorige keer gebleven bij ongeveer vers 27. En we gaan het afmaken tot en met vers 31. En dan hebben we het hele eerste hoofdstuk van Genesis hebben klaar. Dat doen we samen met Jurk Liesman. En nu is het woord aan Jurk. Goedenavond, Jurk. Hallo, Perry. Ja. Bedankt voor mij nog eens een keer op te bellen. Heel graag gedaan. Je bent welkom. En te zien dat we nog eens een keer verder in de Bijbel gaan lezen. Iets wat iedereen elke dag zou moeten doen. Ja, ben ik want wel met je eens. Het woord van God vinden we alleen in dat woord waar hij zich ons meedeelt. En als mensen daaraan twijfelen of dat er een God is, dan moeten ze alleen maar kijken naar die onbekende entiteit die alles geschapen heeft en die overal zichtbaar is. Als man alleen maar ogen heeft om daarna te kijken en oren heeft om daarna te horen. En als man dan ook eens een keer leest in zijn gebruiksaanwijzing. Ja. Want in feite zijn wij gelijk kleine autootjes. We komen op de wereld gelijk een auto van de band rolt. En een auto heeft een gebruiksaanwijzing en wij hebben ook een gebruiksaanwijzing. En die van ons is de Bijbel. Ja, dat is een hele mooie. Dat probleem is, Perry, dat veel mensen proberen met deze auto van het leven te rijden zonder de gebruiksaanwijzing te lezen. Ja. En als je de eerste keer in een auto zit, je hebt daar nooit niet eerder ingezeten, hoe ga je een stickshift dan gebruiken? Ja, dus precies. Die versnellingsbak, naar wijze van spreken. Voor wat zijn al die pedalen? Wat is dat met al die knoppetjes hier? Waarom is dat zo ingewikkeld? waarom is dat zo ingewikkeld? En hoe gebruik ik dat verdomde ding? Huh? Ja, als je de gebruiksaanwijzing niet hebt, als je nog nooit eerder een klok gezien hebt, dan weet je ook niet wat dat is totdat iemand u vertelt wat een klok is. Ja, precies. Ja? En met het leven is dat hetzelfde. Helemaal. Dus ik ga nog eens een keer terug op een mooie zin die in dat boek staat, An Understandable History of the Bible, van Samuel C. Gibb. Die zegt, niet in deze precieze woorden, dat is geen quote, maar de intentie daarvan is, God heeft de... ik wou bijna zeggen verdoemde plicht. Oké, ja. Okay. God heeft de plicht. Ja. Om zich ons mee te delen. Hij kan ons niet gewoon maar scheppen en op deze aarde zetten. Nee. En zeggen van, en nu zie je maar wat er daarmee doet, hè, jong. Nee, helemaal niet. Nee. Dat gaat niet. Nee. Wij hebben een handleiding nodig. Wij moeten weten wat we in het leven moeten gaan doen. Onder andere, nog eens een keer eventjes voor die mensen die zo graag aan die evolutietheorie geloven. Leg mij toch eens een keer iemand die een evolutie gelooft uit waar het morele wet vandaan komt. Nou, dat is, om het maar even, maak ik een beetje een grapje van. Maar we stammen dus, ze zeggen dan die evolutiemensen dat we van de apen afstammen. Maar waar stammen de apen dan vanaf? Nou, als je dat kettentje helemaal uitrolt, dan stammen we uiteindelijk van de moleculen af. Dus er zijn kennelijk ethische moleculen. Of zo? Nou, dat slaat helemaal nergens op. Ik ben totaal met je eens. En toen ik ook met Marco Robbersom ook zei van jij stamt dus van de moleculen af. Toen ging hij helemaal protesteren. Zei hij nee, want moleculen dat zijn levenloze dingen. Ik zei ja, maar waar komt dan het leven vandaan? Ja, zei hij. Dat weet ik niet. Maar het komt niet van iets wat ik niet ken. En je mag hem vooral geen God noemen. Want ik zei en jij denkt dus dat de wetenschap zo ver gaat komen dat hij dat allemaal gaat uitpuzzelen? Nee, zegt hij, dat denk ik ook niet. Oké, dan hebben we het dus over een eeuwig raadsel. Ja, moest hij zeggen, ja. Oké. Ja. Dan zijn we het daarover eens. Want God is voor mij ook een raadsel. Ik ken hem niet. Ik weet alleen maar dat ik door hem besta. En dat hij in zekere zin over mij waakt. Maar dan moet ik wel zijn wil uitvoeren. En als ik mijn eigen ding doe, of ik ben eens boos of chagrijnig, ja, dan raak ik het contact ook een beetje kwijt. Perry, dat is gelijk met uw artsenvader. Uh-huh. Als je die niet gevolgd bent, bij wijze van spreken, als hij zei van dat en dat doe je zo en zo en je hebt dat anders gedaan, dan heb je ook een pot rond je oren gekregen, zeker, hè? Nou, hij heeft mij niet
niet ja, echt. Maar ja. Een keertje, ja. Ten punt is toch gewoon van... Je weet toch alleen maar als je iets verkeerd gedaan hebt, als je een wet overtreedt. Ja, precies. Ja? Paulus heeft dat ook gezegd, hè. Ik zou zonde niet kennen als ik die wet niet kende. Ja. Maar hè? Waar komen deze wetten vandaan als zij niet van God zijn? Mm-hmm. Want als wij uit dode materie gaan bestaan, dan vraagt eens een keer een steen welke moreel dat hij heeft. Ja. Zo'n kiezelsteentje die alle ruimte op het grindpad voor zichzelf neemt. Of een boom. Of een banaan. Ja. Want ja, wij stammen dan ja van de banaan af, hè? Eigenlijk wel. Maar goed, wij gaan al veel te ver weer. Ja, precies. Maar we houden de aandacht erin. Ja, vers 27 mag jij oppakken. Het punt is gewoon, de Bijbel is onze handleiding door het leven. Ja. En als je zonder ongelukken met je auto op straat wilt gaan rijden, dan kun je A, best een rijbewijs gaan maken, en B, best de handleiding van je auto tenminste zo ver kennen dat je hem kunt bedienen. Als je dat met een auto in het stratenverkeer doet, en je doet het niet in het leven met je eigen lichaam en je eigen leven, ja, dan zegt dat genoeg over jou en jouw prioriteiten. Ja. Dus, vers 27. So God created man in his own image. In the image of God created him. Male and female created he them. Ja. Nu, hier hebben we voor de eerste keer in het boek van Genesis, de eerste boek van Mose, zelfs in het eerste kapitel, in discrepantie, zal ik maar een keer zeggen. Okay. Want tot nu toe hadden we alles in chronologische volgorde. Ja? Uh-huh. Volg mij even, hè? Ja, ja. In the beginning, God created the heaven and the earth. Uh-huh. God said, let there be light, and there was light. God made the firmament and divided the waters. God called the land dry earth. God said, let the earth bring forth grass, herb yielding seed, and so forth. En dan zijn we ondertussen al bij de derde dag. En dan zegt hij van, let there be lights in the firmament of the heaven. En dan zegt hij een dag verder, zegt hij, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life. En dan komen we naar dag 6, en dan zegt hem van, and God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and so on, and so on. En nu zegt hem ineens, so God created man in his own image. In the image of God created him, male and female created he them. Nu, we spreken hier alleen over het maken van, of creëren van, Adam. Eva is hier nog niet genoemd, maar er staat wel al geschreven dat ze mannelijk en vrouwelijk gecreëerd zijn. Ja. En dus hier gaan we al voorgrijpen op dingen die pas in het tweede kapitel van Genesis komen. Ja, ja, daar zie ik ook echt naar uit. Ook een beetje met een... Het gaat niet heel goed tussen mannen en vrouwen in het algemeen hier in Nederland. Dus er is veel frictie tussen die twee. Het lijkt wel twee verschillende bevolkingsgroepen. Ja, maar dat is gewoon omwille van dat de antichrist dat zo graag wil, ne? Ja. De antichrist moet ja ervoor zorgen dat hem de kleinste sociale cel van elke maatschappij, de familie, kapot maakt. En God heeft gezegd, Christus is het hoofd van de man is het hoofd van de vrouw, en zo is de familie. Ja. En de antichrist zegt, nee. Oh, nee. Emancipatie, de vrouw is evenveel waard als de man. Oh, ja. Ze staat hem gelijk, of ze staat er zelfs boven. Ja. Dus het omgekeerde van wat God zegt, zegt de antichrist. Ja. Dat is ja niks nieuws, dat wisten we al. Hè? Dat wisten wij al, maar het is goed om daarbij stil te staan. Want kijk, jij en ik, ja, ik leer wel van jou en ik kan misschien ook jou wat dingen vertellen. Maar wij zijn onderlegd al een beetje, allebei. En voor heel veel mensen die hier naar luisteren, horen het misschien wel voor de eerste keer. Van, oh, staat dat erin? Maar nog eenmaal, zozeer dat het daarin staat, Perry. Het is veel meer dat je niet alleen maar dat moet lezen wat daarin staat, maar je moet het ook verstaan. Er zijn veel mensen die lezen de Bijbel, maar ze verstaan niet wat er eigenlijk mee bedoeld is. En we hebben
drie of vier uitzendingen gaat om tot vers 28 in het allereerste kapitel van de Bijbel te komen. Ja, ja, wij moeten wel absolute, ik zou maar zeggen van debielen moeten zijn. Mm-hmm. Als wij voor 27 versen te lezen drie of vier uur nodig hebben. Oh. Dat hebben we niet. Maar deze versen op de juiste manier te verstaan en te kunnen interpreteren, ja, daar is tijd voor nodig. Ja. En daarom hebben we zoveel uitzendingen hierover gedaan. Ja. Niet omdat we debielen zijn die niet kunnen lezen en vier uren voor 27 minuten nodig hebben, maar het punt is gewoon, wat ik in feite wil zeggen, het punt is gewoon van, kijk, de Bijbel leest niet gelijk een roman. Nee, klopt. Dat is geen... geen Mahabharata. Ja, dat is vooral geen dingen, geen comic, een stripverhaal. Gelijk een Suske en Wiske, of wat ze hier in België lezen allemaal. Ja. Iedereen hier in België kent Suske en Wiske, niemand kent de Bijbel. Nee, 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 ja, precies. Ik wil even in het Nederlands voorlezen en dan wil ik jou een vraag stellen. Ja. In het Nederlands staat in mijn NBG-bijbel, het Nederlands Bijbelgenootschap, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Daar staat hij. Ja, created him, dat is hem. Mm-hmm. En dan male en female created he them. Meervoud, ja. Precies. En nu is mijn vraag. De man, dat is dus de mens. Die heeft hij geschapen naar zijn beeld. En dat zijn beeld hier in de materialiteit, in zijn creatie, is dus mannelijk en vrouwelijk. Ze horen allebei bij hem. En toch is God, die zie je wel altijd als mannelijk. Hè? Ja. Een feminist zou kunnen zeggen, ja, maar wij waren ook een onderdeel van zijn beeld. Want, ja, maar ja. De God van de Bijbel... Uh-huh. En de wetten van de Bijbel zijn patriarchjes. Uh-huh. Daar is geen geheim omtrent. Uh-huh. De vrouw is er ook. Maar de vrouw is ondergeschikt aan de man. Uh-huh. Dat heeft God zo bepaald. Uh-huh. Hij heeft hun mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Omdat voor de voortplanting heb je de alle twee nodig. Uh-huh. Daar zijn een paar kleine uitzonderingen in de dierenwereld. Vooral bij... kikkers en dergelijke, reptielen en zo soorten. Mm-hmm. En, ja. Waar je dat ook hebt, dat die zichzelf kunnen bevruchten en bij wijze van spreken zonder een manneke en zonder seks te hebben, mm-hmm, zich kunnen vervuldigen. Maar ja, over het algemeen... Ja, is bladluis. Bladluis, ik weet niet of dat op Belgisch klinkt of Vlaams. Bladluis, het is een insect wat in je planten kan gaan zitten en die eten al, mm-hmm, je planten op. Heel lastig om van af te komen. En zo'n bladluis, die eet zich helemaal suf. En die creëert kopieën van zichzelf. Mm-hmm. Ja, precies. Maar ja, dat was dus bij de... Want hij en God maakte het wildgedierte naar zijn aard. En het vee naar zijn aard. En dan denk ik dat God daarmee, dat in de Bijbel daarmee bedoeld wordt... dat die dieren hebben echt een aard. Een krokodil is gewoon een krokodil. En een koe is een koe. En bij de mens is dat dus een verlichaming, een creatie van zichzelf. Nee, niet krokodil en koe. Dan moet je zeggen, een krokodil is een krokodil en een rund is een rund. Oh ja, rund, maar ja, oké. Okay. Ja. Ja, sorry, dat is een verschil, hè. Een koe is een vrouwelijk rund. Een krokodil is een krokodil. Daar zeg je niet bij. Of mannelijk of vrouwelijk, dan zeg je krokodil is krokodil. Dan moet je ook rund zeggen en niet koe. Oké, dat is maar gewoon om grammaticalisch correct te blijven. Ja. Maar je hebt een vrouwtjeskoe en een mannetjeskoe. En een mannetjeskoe noem je een stier. Ja. Ja. Ah, ja. En runderen, ja, ook bepaalde andere beesten zijn runderen. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Pakken we vers 28, ja? And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. And have dominion over the fish and, of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Ja. Een heel interessant klein zinnetje. Maar nog altijd, we zijn hier dus een beetje voorgrijpen
aan het voorgrijpen op dat wat eigenlijk nog moet komen. Mm-hmm. God heeft hun gezegend. En we spreken natuurlijk in het eerste maken van eerste man. Maar dat zien we ook pas in de volgende... in het volgende kapitel. Ja. Maar hier is iets wat veel mensen al misverstaan. Mm-hmm. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it. Subdue it wil zeggen, maak de wereld u onderdaan, en wil niet zeggen van buit het uit en maak het kapot. Mm-hmm. Wat veel mensen graag op die manier willen gaan interpreteren. Mm-hmm. En nog een heel belangrijk punt. And multiply and replenish the earth. Ja. Zet God hier een bepaald getal op en zegt van, jij mag zoveel fokken als dat je wilt, maar ga niet boven de 10 miljard. Nee. Met andere woorden, die Heer over die wij al in die voorgaande uitzendingen van deze lezing gesproken hebben, zou dus het stomste rundvieh zijn als hij die aarde niet op een manier gemaakt zou hebben dat het al die mensen kan voeden en dragen die hij schept. Geschapen heeft, ja. Of die hij schept, ja precies. Dus ook. Ja, die hij schept. Die mensen die hij schept. Zal ik hem even in het Nederlands doen en dan gaan we verder. Wij zijn toch allemaal geschapen, of die zijn er al mee akkoord, zeker hè? Absoluut. God schept elke mens. Hier in het begin schept hem eerst Adam en dan Eva, dat gaan we nog zien. Maar hij schept elke mens. Ja. Staat in de psalm ook al geschreven, hè? Je hebt mij al gekend in de wonden van mijn moeder, nog voordat ik op de aarde kwam, bij wijze van spreken, daar kende jij mij al en daar maakte jij mij al. Hè? Ja. Staat een psalm ergens in, hè? De psalmen van David. Hè? Ja. Dus, ik wil daar alleen maar eventjes een keer op wijzen, dat sommige mensen misschien een keer deze leugens herkennen, met die wij dagelijks hersengespoeld worden in dit antichristsysteem waarin we zitten, waar dat ze ons proberen te vertellen dat op deze aarde veel te veel mensen wonen. Ja. En dat deze aarde ons allemaal niet kan verdragen, omwille van, bij wijze van spreken, tussen aanhalingstekens, globale verwarming of dergelijke dingen meer. Dat is totale BS. Ja? En ik vind dat heel belangrijk, want God zegt hier, wees fruitvol. Ja, hoe zegt men dat? Zal ik het in Nederlands doen? Ja, zeg het een keer in Nederlands. En God zegende hen. En God zeide tot hen, dubbele punt, wees vruchtbaar en wordt talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Ja. Dat is een prima Nederlandse vertaling. Dus wees vruchtbaar, ja. Ik kwam niet op dat woord vruchtbaar eventjes. Ja. Af en toe heb ik eens een keer zo'n, zoals ze dat noemen, glitch in the matrix, dat je eens een keer op een woord in een andere taal niet komt, hè? Oh, maar je hebt het ook moeilijk, ja, met drietalig, hè? Dus wees vruchtbaar en verveelvuldig en maak de aarde compleet, maak ze vol en onderwerp ze u. Ja. God zou dat toch niet zeggen als hij een aarde geschapen heeft die dan niet voor gemaakt is. Ja. En dus moeten we eens een keer eventjes daarbij stilstaan dat ze ons in dit antichristensysteem constant willen vertellen dat God gewoon het grootste rundvieh was dat ooit op deze aarde iets te zeggen had, want hij heeft een aarde geschapen die al die mensen niet kan verdragen die erop gaan, die erop leven. Ah. Dus met andere woorden, en luister nu eens goed, hè? Als de paus zijn Laudato Si, dat is zijn encyclische brief over de
tussen aanhalingstekens globale verwarming publiceert en daarover spreekt, dan zegt de, bij wijze van spreken, vertegenwoordiger van Jezus op deze aarde, die zichzelf God noemt, die zegt u op dat ogenblik dat God een idioot is. Ja, klopt. En als je dat niet begrijpt, daarom nemen we zoveel tijd om dit te lezen, want dat moet je daaruit verstaan. En als je dat wel vanuit een Bijbelstandpunt kunt zien en begrijpen, dan snapt in een keer wie de paus daadwerkelijk is. Hij is de antichrist. En even tussendoor, ik heb net gekeken vandaag nog even naar The Godfather. Ik kon zo'n gratis filmpje kijken. Nou, daar kan je het zien. De totale verbintenis tussen de maffia en de katholieke kerk. Nou, staat er in het Nieuwe Testament ooit iets dat... En Christus Jezus liep weg van Nazareth en die maakte een dealtje met een geldwisselaar. En die zei, morgen krijg ik wel al die poen terug, anders ben je dood. Niets. En de paus doet dat wel. En dan kan je zeggen, ja, maar de Godfather, dat is gewoon een Hollywoodfilm. Nou, ik heb hier in de kast heb ik een boek staan. Dat heet Het Genootschap van Eer. En dat is de geschiedenis van de maffia. Daar staat het ook in. Dat is begonnen in Sicilië. En waarom was dat? Omdat Sicilië, dat was de graanschuur van Italië. Dus daar werd het meeste geld verdiend. Het is echt zo. Zullen we doorgaan of wil je nog iets toevoegen over dit vers? Nou ja, dat de maffia een schepping van de Romeins-Katholieke Kerk of van de Vaticaan is, hoe je het ook wilt bekijken, dat is ja nu iets wat iedereen zou begrepen moeten hebben. Ja, je moet ze de kost geven die nog steeds denken van ja, maar de paus zegt dat hij voor de armen zorgt en de zieken en de mensen die niks snappen. En die geeft hij allemaal gratis eten en gratis een bedje en gratis onderwijs. De paus, we hebben hier zo'n feest hier in Nederland met Sinterklaas. Weet je wat voor een hoed die Sinterklaas draagt? Zo'n vissenkop. Zo'n pausenhoed, echt waar, hè? Ja, zo'n pausenhoed, ja. Ja, en dat noemen ze een feest. Ja, kom op. Het is natuurlijk leuk om je kind cadeautjes te geven. Ook met mijn dochter heb ik ook... Ik wilde natuurlijk ook naar de Sinterklaasoptocht. Dat heb ik gewoon gezegd, toen was ze 4. Van ja, ik geloof er niet in. Ik geloof wel in het feest. Want ik vind best dat je kinderen gewoon even tussendoor cadeautjes mag geven. En dan maken we er een leuke avond van. Allemaal een kopje thee en een glaasje vruchtensap. En dan krijg jij iets wat je wil. Tuurlijk. Die cadeautjes, dat vind ik prima. Niet overdrijven, maar wel prima. Je hebt je toch al veel bezig gehouden met psychologie in het verleden, hè? Mm-hmm. Dan weet jij toch ook, als je kinderen opvoedt en je voedt kinderen op met een leugen, en de kinderen zien dat je met deze leugen je doel bereikt, dan gaan die op het einde van, dan gaan die later als ze groot worden toch ook zeggen van dat doe ik ook, hè? Ja. Gewoon psychologisch bedoeld, hè? Ja, ja. Dus als jij als ouder tegen uw kinderen zegt, daarginds uit Spanje komt de stoomboot aan, Sinterklaas en kerstmanneke. Maar dat vind ik dan wel weer leuk, dat is een liedje zingen samen. Laat me iets uitpraten. Ja, kom maar. En je vertelt je kind dus dat het kerstmanneke al die cadeautjes onder de boom legt. Want die komt s'nachts door de, hoe noemde je dat, schoorsteen. Door de schoorsteen, goed zo, ja. Ook al heb je centrale verwarming. Ja, natuurlijk, dat die kinderen snappen toch. Die kinderen denken dus, dat je altijd de waarheid spreekt, ja. En dus je maakt je kinderen dat wijs. Dat kerstmanneke of Sinterklaas of hoe je hem ook wilt noemen, die cadeautjes brengt. En je kinderen geloven dat natuurlijk, want een kind dat nog niks geleerd heeft, zuigt alles op als een spons. Ja, totaal. Die kunnen en die geloven alles. Die kinderen kunnen je ook geloven maken dat je een... met een ballon toch eventjes naar de maan kunt gaan vliegen en dan van boven naar beneden kunt kijken. Van de maan bedoel ik. Ja. Ja? Kunt je alles wijs maken. Ja, precies. Ja, ja. Daarom heeft Jezus gezegd, stuur de kinderen naar mij. Want dan leren ze de waarheid. Yes. Ja. Het punt op die ik neer wil is de volgende. Als wij als volwassenen al beginnen
En we hebben dan zo'n mooie uitdrukking in Duits, hè? Unseren Kindern die Hucke voll zu lügen. Met andere woorden, om van begin af aan onze kinderen met leugens vol te proppen. Mm-hmm. Ook al is het alleen maar over zo'n BS gelijk Kerstmis en Kerstmanneke en Sinterklaas en al die bullshit. Mm-hmm. En de kinderen op een bepaald ogenblik snappen dat er geen Sinterklaas is. Mm-hmm. Snappen dat er geen Kerstmanneke is. Maar beseffen wel van, hey, mijn ouders hebben mij jarenlang rond de neus gevoerd. Ja. Die hebben jarenlang mij belogen en ik heb het geloofd en zij zijn daarmee doorgekomen. Ja, dan kan ik toch ook liegen. Ah, ja. En zo implanteer je het liegen in een maatschappij van kleins af aan. Yes. Even kijken, en dan hebben we nu vers 29. Wil je hem weer in het Engels pakken? And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Nu, ik kan je vertellen, Perry, Genesis 1:29 is voor mij een van de meest belangrijke zinnen in de Bijbel. Aha. Nu, dat is positief en dat is negatief. Positief is het in die zin dat iedereen die dit leest in ene keer gaat begrijpen van wij moeten dus de fruit van de bomen eten. Aha. En dat fruit van de bomen zal voor mij als vlees zijn. Oké. Heb ik nou een verrassing voor jou? Want in mijn NBG-bijbel, Nederlands Bijbelgenootschap, voor de kijkeraars, hè, daar staat, en God zeide, zie, komma, ik, met een hoofdletter, dus God dus, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijze dienen. En een spijs, dat het woord hoef ik denk ik niet, dat is een spijze toch? Dat, op het Duits heb je dat toch ook? Dat is iets wat lekker is, iets wat een spijze is. Dat eet je dus gewoon, niet per spijze, se. Ja. Spijze staat er in Duits ook, S-P-E-I-S-E, spijze. Mm-hmm. Dat is dus gewoon spijs, gelijk dat je spijsvertering hebt. Ja dat precies. Is dus, exact. Dat is dankjewel, dus, dankjewel voor die connectie. Ja. Heel slim. Dat is dus uw eten. Mm-hmm. Ja, voor u zal het uw eten zijn. Ja. Dat noemt hij. Ja. Wat ik dus wil zeggen daarmee, en daarom is dat voor mij zo belangrijk, want ik ben ja veganer. Mm-hmm. Ik kan zeggen van, kijk, zelfs in het eerste boek van Mozes staat er al duidelijk in dat de mens geschapen is als iemand die geen dieren of dierlijke producten eet. Hmm. In de basis zijn we dus op deze manier geschapen, want tenslotte zijn we geschapen voor de val van de mens. Pas met de val van de mens kwam de dood op aarde. Ja, mm-hmm. Dat is ja het grote verschil tussen de leer van de Bijbel en het leer van de evolutie. Ja. De Bijbel leert, mens heeft de dood op in de aarde gebracht. De evolutie leert, de dood heeft de mens voortgebracht. Ja. Ja, door survival van de fittest. Hè? Ja. Is uiteindelijk de beste zaad doorgekomen, de mens. Door de dood is de mens ontstaan. Dat is de evolutie, geloof. De Bijbel zegt het juist andersom. Door de mens is de dood in de aarde gekomen. Dat lezen we dan wel pas later in Genesis 2. Maar, dat is maar eventjes ter verduidelijking. Ja. Dus hier in Genesis 1 hebben wij nog geen dood. Hebben wij dus ook geen gebruik en zeker geen misbruik van dieren als eten of van dierlijke producten als eten. Want daar staat heel simpel daarin. Every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. Precies, er staat niet, en elke koe, nee, elk rund, en elk rund en elk paard is voor jou, er staat er niet. Er staat alleen iets over bomen. En even nog in het Nederlands erbij. Kijk hoor, het zaaddragend gewas en het geboomte, dat is ons tot spijs. Dat staat hier dus ook. In de Bijbel een beetje later, na de zondvloed,
Uh-huh. Of na de vloed. Uh-huh. Weet niet, zeg je zondvloed in het Vlaams? Zondvloed, ja. Ja, also nach der Sintflut, hè? Nach der Sonnflut, in de Bijbel spreekt men ja gewoon van de vloed of van de grote vloed. Mm-hmm. Na de vloed wordt Noah van God gezegd dat het nu ook in orde is om dieren te eten. Dat wil dus zeggen dat alle mensen voor de vloed, mm-hmm. en dan spreken we over een dikke 1400 jaar, mm-hmm. allemaal veganer waren, hè? Geen dieren gegeten hebben, hè? Okay. Nu, ik zeg dat daarom met zo'n bedenking daarmee bij, omwille van dat een later deel in het Nieuwe Testament erin staat, ik denk dat is in de Tweede Thessalonica, maar ik ben niet zeker daarvan. Of het is zelfs in Daniel, denk ik. Mm-hmm. In de profetie van Daniel 7 veronderstel ik. Mm-hmm. Waar hij het antichristensysteem beschrijft, het kleine horen. Mm-hmm. Dat die dus goden aanbidt die zijn voorvaders niet kende. En dat hij geen vrouwen toe zich neemt. En dat hij andere mensen ook verbiedt vlees te eten wat God toch bestemd heeft als offer, bij wijze van spreken, en dat God bestemd heeft dat het goed is. Aha. En dus, je hebt vandaag de dag, en luister goed wat ik zeg, ja, ik zelf ben al sinds april 2011 vegan, maar ik ben vegan geworden niet uit geloofsredenen, want toen geloofde ik nog niet in de Heer. Aha. Ik heb andere redenen daarvoor gehad, maar op dit moment is veganistische voeding, mm-hmm. of vegetarische voeding, nog maar een heel klein deel van de bevolking die dat doet. Maar ik kan u zeggen dat de antichrist dat gaat omdraaien. Gelijk hij zoveel andere dingen omdraait. En zij gaan zeggen, wij moeten daarmee stoppen met de dieren te doden en alles erop en eraan. Want zo kunnen we al die mensen niet voeden. Ja. En hij gaat dus de mensheid verbieden nog vlees te gaan eten. Mm-hmm. En gaat dus dat wat ik in Daniel gezegd, wat daar beschreven staat, gaat hem uitvoeren. Hij gaat bij wijze van spreken die mensen verbieden dat vlees te eten wat God toch voorbestemd heeft voor ons om te eten. Mm-hmm. En daar zie ik dus mijn veganistische conflict. Als je van een conflict kan spreken. Nu, ik persoonlijk, ik voor mij ben daar niet zo, ik ben niet zo op dat conflict uit. Omdat ik gewoon voor mijzelf zeg, kijk, de reden waarom dat ik vegan geworden ben, heeft een andere reden. Dat heeft geen geloofsreden, maar dat achteraf, als ik dan Genesis gelezen heb en de Bijbel geloofd heb, is uiteraard deze geloofsreden bijgekomen. Voor mij is God de autoriteit van mijn geweten. Mm-hmm. En ik vind niet, of ik ben van mening dat ook al heeft God het vlees van de dieren nu bestemd voor de mensen om te eten, ik denk niet dat hij daar een probleem mee heeft als ik hem zeg van ja, maar mijn geweten wil daar geen deel van uitmaken als deze beesten bij wijze van spreken in fabrieken doodgefokt worden, mm-hmm. volgesmeten worden met antibiotica, met vaccinaties, met genetisch gemanipuleerde organismen om ze te voeden, mm-hmm. dat de koe een leven lang geen daglicht ziet en zo verder en zo verder en zo verder. Dat als ik met mijn geweten dat niet meer kan vereenbaren, dat ik daar niet meer kan overeenkomen met mijn geweten, dan denk ik niet dat God daar een probleem mee zal hebben. En als hij dat zal hebben, dan zal hij mij dat wel zeggen. Als hij, nee, want dan was je al lang, weet ik van wat, ziek geworden, ja, of kijk, zo. Ja, ik denk over het algemeen dat ik verlost ben, want dat is het grote verschil tussen het christendom dat in de Bijbel gelooft en het christendom, zogenoemde christendom, dat in de Romeins-Katholieke Kerk is. In de Romeins-Katholieke Kerk zei ik nooit zeker van je verlossing. Als je een bijbelgelovige christ bent en je weet dat je Jezus Christus aangenomen hebt en hem gevraagd hebt om de vergeving van de zonden en hem accepteert als uw Heer en Meester en dat je gelooft dat hij aan het kruis gegaan is om met zijn bloed dat hij vergoten heeft, jouw zonden vergeven heeft en dat hij de derde dag gerezen is en terug onder de levenden is en de God van de levenden is en dat hij voor u de tussenpersoon speelt tussen u en de Vader, die, ja. je als tussenpersoon niet, die je Jezus als tussenpersoon nodig hebt, want voor God kun je niet bestaan.
omwille van dat, zij zo, dat wij zo vreselijk slechte mensen zijn. Als je dat allemaal accepteert, dan denk ik wel dat je gered bent. En dat is in orde. Maar daarom zijn er niet foutloos. Niemand is foutloos. Behalve Jezus Christus, die ene keer op aarde gewandeld is. Die was foutloos. Voor de rest is hier nog niemand geweest die foutloos was. Maar ik vind gewoon... Jij zou mij bij wijze van spreken dus kunnen verwijten van... Ja, maar Jörg, jij bent veganer. Maar in de Bijbel staat toch daarin dat je ook vlees mocht eten. En zelfs dat God dat voorbestemd heeft daarvoor. En alles ook gelijk zeg. In Daniel, denk 7, staat het daarin. Kunnen we een andere keer gaan kijken als je dat wilt. En dan doe je dus niet consequent. Ja, dan doe ik misschien in dat opzicht niet consequent. Maar ik probeer me voor de rest aan de wet te houden. En ik doe dat niet omwille van dat ik gered wil worden, maar ik doe dat omwille van dat ik gered ben. Want de wet kan alleen maar verdoemen. Die kan u alleen maar verdoemen. Maar de genade van God, die kan u redden. Uh-huh. Ja? En dus ik vind dat eventjes een belangrijke punt die ik wil maken. Dat is nu persoonlijk, omwille van dat ik vegan ben. En ik zeg dan, ik schep ook een deel mijn berechtiging dat ik vegan ben daaruit dat ik zeg... Zo is de mens geschapen geweest. Nu, ik weet dat ik niet in die staat ben gelegd die mens toen die geschapen geweest is, want dat was voor de zondeval. Maar ik streef erna om zo te zijn gelijk dat God mij geschapen heeft. Want, en nu komt het, in vers 27 lezen we, so God created man in his own image. Maar als de kinderen van Adam en Eva geboren worden, dan gaan we eens een keer zien wat daar staat. Oh, daar ben ik ook benieuwd naar, ja, met Kain en Abel. Ja. Die zijn namelijk niet in het imago, of hoe zeg je dat, in het evenbeeld van God geschapen, maar die zijn in het evenbeeld van Adam geschapen. Die zich heeft laten verleiden door Eva. Dus wij zijn... Wij, de mensen vandaag, wij zijn niet meer het evenbeeld van God, maar het evenbeeld van Adam. Dat beseffen de meeste mensen niet. Exact. En, en mijn streven, mijn spiritueel streven is naar die perfectie. Zo te zijn als God bedoeld heeft om mij te scheppen. Ja. En dat is dus zonder zonde. En daarvoor heb ik Jezus Christus. Want die maakt mij zondevrij. Want die heeft al mijn zonden op zich genomen. Ja. En gaat nu voor de Vader, voor mij interveneren en zegt van... Vader, ik ben uw zoon en Jörg is mijn broer. En daarmee ook uw zoon. Want ik maak hem rechtvaardig door mijn bloed dat ik aan het kruis vergoten heb. Het christendom is niet mooi. Het is gewoon prachtig. Het is gewoon het geloof. Vind ik, hè? Mm-hmm. Dus dat maakt je rustig. Ook ieder mens als je broer of je zus beschouwen, dat vind ik al zo... Eigenlijk is dan alles al voorbij. Want hoe kan je je broer doden of je zus? Hmm. Alleen de maffia doet dat. En dan kijk maar naar de Godfather, daar gebeurt dat. Ja, ik heb onlangs dat boek gelezen in Duits van Martin Luther. Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ja. Wat dus in Nederlands vertaald wil zeggen, het Papsttum zu Rome opgericht door de duivel. Als je dat eventjes naar het Nederlands naartoe wilt vertalen. Ja. En daar heb ik onder andere gezegd van, ja, Jezus Christus zegt van, hou van uw naaste gelijk van uzelf, maar hou ook van uw vijanden. Bid voor je vijanden. Ja. Bid voor die je kwaad willen doen. Ja. Daar heb ik gezegd in een van die boeklezingen, het zijn 14 in totaal geworden voor dat hele boek, daar heb ik gezegd, en 8 zijn tot nu toe opgeladen op mijn kanaal op dit moment, daar heb ik op een bepaald ogenblik gezegd van, kijk, ik zie zelfs de paus graag. De mens. Niet zijn geloof dat hem volgt. Zijn hiërarchie, wat daar allemaal achter zit, maar de mens. Want je moet altijd de mens zien.
Hm? En niet die, in dit geval bijvoorbeeld, demon die erachter zit. Maar de mens op zich. Ja. En je moet ook die graag zien die je kwaad willen doen. En je moet voor die bidden die je kwaad willen doen. En de paus is een van die mensen die mij kwaad willen. Er zijn ook nog andere in de hele hiërarchie. Maar als je dat kunt leren om de mens te zien en niet zijn daden. Kijk, in Openbaring, ik denk in kapitel 2, staat het daar ook in, dat Jezus zegt van you hate the Nicolaitans like I do. Iets in die richting zegt hij dan met die Nicolaitans. Ik kom dan nu niet op hoe precies hij dat zegt. Maar uit die samenhang, als je dat correct leest, is heel duidelijk van hij haat niet die Nicolaitans zelfs, maar hun daden haat hij. En zo is dat ook met onze vijanden. Die mensen, daar kunnen we van houden. Die daden die ze doen en die redenen waarom ze dat doen, omwille van dat ze een bepaalde hiërarchie aanhoren, omwille van dat ze een vals geloof aanhangen en zo, die dingen kunnen we haten. Die dingen moeten we zelfs exposeren. Dat is de hele ministerie van mijn Hour of the Truth, uur van de waarheid, zoals ik dat noem. Om het kwade op deze aarde te exposeren. Hè? Dat staat ook, en ik denk Efeza staat het erin. Hè? Have no fellowship with the evils of this world, rather expose them. Ja. In die aarde staat het erin. Dat is wat ik doe. Hè? Maar dat wil toch daarom niet zeggen dat ik die mens die erachter staat, die mens die van de demonen al gebruikt wordt, of misbruikt wordt, kan men ja eerder al zeggen, om die zijn dingen door te krijgen, dat ik die mens moet gaan haten. En dat was dus een van die dingen wat ik in die lezing daarvan van Martin Luther gezegd had, wilde ik eventjes gewoon een keer kwijt. Ja, zonder meer. En als ik nog iets over mag zeggen, dat Christus Jezus heeft parabelen uitgesproken en één daarvan was: de laatste zullen de eerste zijn. En waar het over gaat in dat parabel, naar mijn mening, is dat je kan je wel al in het pad van de Heer begeven en dan werk je in zijn wijngaard en een ander niet. En die komt pas op het einde van de dag, komt hij nog even helpen met sjouwen of zo. En die krijgt hetzelfde loon. Ja, dat is een schitterende parabel. Ne? Iedereen krijgt een cent. Een groschen is in Duits, ik weet niet wat, zo'n munt. En dan komt één op het einde en die krijgt evenveel als die mannen die al 10 uur gewerkt hebben. En die gaan in één keer zeggen, wat krijgt die? Die komt hier zo veel later als wij en die krijgt evenveel als wij. Dat is een schitterend verhaal als je dat leest. Ik heb dat in de tijd natuurlijk met Tom ben ik dat doorgegaan als we die Bijbelstudie gedaan hebben. Dat is gewoon formidabel, weet je. Ja. Daar is ook een andere parabel waar dat Jezus zegt van de kleinste onder jullie zullen de grootste zijn in het hemelrijk. Ja. Omwille van kijk, wij moeten een keer tot de tot de conclusie is het verkeerde woord, tot het besef komen dat wij ons moeten verkleinen in plaats van altijd maar te vergroten. Ja. Alleen als ik mij verklein, zeker ten opzichte van de Heer, een godheid die zo geweldig is, zo groot, zo fantastisch, dat ik het nooit met mijn kleine hersenen überhaupt zelfs niet kan starten te beginnen te begrijpen. Als ik mij voor die niet klein maak, wat ben ik dan waard? Dan ben je hoogvaardig. Dat is een oud Nederlands woord. Het staat geschreven, Perry, the meek shall inherit the earth. Yep. Hoppakee, dat is er weer een. En nou, dat woord ben ik eigenlijk op zoek. Ik weet niet meek hoe je dat vertaalt. Maar zachtmoedigen. Zachtmoedig. Ja, meek is niet zachtmoedig alleen. Dat is ook een klein, een onderdanig. Versta je? Die... Nou, ik ga hem even opzoeken. Ja? Iemand die zich onderdanig kan maken ook. Hè? Is dat ook, hè? Shall inherit the earth. Oké. Okay. Even kijken welk vers dat is. Matthäus 5, vers 5. Gaan we kijken. Ja, gaan we even kijken. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Mm-hmm. Oké, okay, de MIEK is dan de MIEK, ja, met M-double-E. MIEK. Ja, ja, M-E-E-K, ja. Zachtmoediger, zachtmoedig, als ik aan dat woord denk, aan de intentie van het woord, dus de inhoud van het woord, is dat dus zacht en moedig. Ja. Ja, maar het is vooral diegene die zich ook kan, ja, erniedrigen, zeggen we in Duits. Ja, vernederen. Die, zichzelf kan verminderen, ja, of zo. Maar vernederen dan niet in de negatieve zin, gelijk het in onze maatschappij altijd dargesteld wordt, uh-huh, of voorgesteld wordt, maar op een manier dat men kan zeggen van, kijk, die is zo groot, die uh-huh kan ik, daar ben ik ben niet waard om hem aan te kijken. Ben ik erg met je eens. Ik ben het niet waard om God te zien. En in de Bijbel staat daarin nog, niemand heeft God gezien en leeft, of heeft geleefd. De enige die God eens een keer gezien heeft, van achteren en dan afgeschampt met zijn hand, dat was Mozes. Voor de rest heeft niemand niet de Heer ooit gezien. En Mozes zal hem nooit niet kunnen in het gezicht hebben gekeken, dan was hem gewoon ontploft, bij wijze van spreken. Ja? Dan was hem gewoon doodgegaan. In de Bijbel staat erin, niemand heeft God gezien, niemand heeft de Vader gezien en geleefd. Ja? Dus dat kan gewoonweg niet. Dus daarom moeten wij ons vernederen. Maar dus niet in die betekenis die het over het algemeen vandaag de dag heeft, mm-hmm, maar vernederen in de Bijbelse zin. Ja? In ja plaats van ons op te heffen, vernederen, ons klein maken, ons ja bewust zijn daarvan dat er dingen zijn die groter en machtiger zijn dan yes wij. Ja. Absoluut. Dat is in feite die punt. Wil je hem oppakken bij vers 30? Ja. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. Oké, komt in het Nederlands. Maar aan al het gedierte der aarde, en al het gevogelde des hemels, en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijzen. En het was al zo. En het was zo. Ja. Nu is er hier ook een heel interessant klein dingetje in. Hè? Mm-hmm. Dus in de Bijbel zijn altijd interessante kleine dingetjes in. Bij mij in Engels staat er, wherein there is life. Waarin het leven is, heb je gezegd. Ja. Nu, wat is het verschil tussen dit en de mens die in de volgende kapitel geschept wordt? Als God de mens schept, neemt hij aarde en klei en vormt de mens uit de grond van de aarde. Uh-huh. En dan ademt hij hem het leven in door zijn neusgaten. Uh-huh. En de mens wordt een levende ziel. Ja. Hier spreken we over de beesten. En daar staat erin, elk beest op aarde, elk gevogelte in de lucht en alles dat kruipt op aarde, waarin leven is. Ja. Dat is dus een verschil, hè? Het leven van de beesten is niet hetzelfde als het leven van een mens. Hè? Mm-hmm. Een beest heeft dus niet gelijk een mens een ziel, maar leeft wel. Mm-hmm. En heeft gevoelens, mm-hmm, maar heeft geen ziel. Ik kan niet zeggen dat dieren zielloze wezens zijn, versta me niet verkeerd. Hier en daar kan men daar misschien over gaan discussiëren, maar hier wordt heel duidelijk duidelijk wat we hier gelezen hebben, dat alle dieren op deze aarde waar het leven in is, die heb ik gezegd dat deze groene kruiden voor hun het vlees is. En zo was het. Ja? En dat daar leven in is, is wat anders als die ziel ingeblazen te krijgen, gelijk de mens het krijgt. Dat is niet hetzelfde. Je wou zeggen van, ja, maar Jörg zegt nu dat dieren zielloze beesten zijn, bij wijze van spreken. Ja, zijn ze ook. Wat denkt u waarom dat in de Bijbel altijd gesproken wordt van menselijke koninkrijken in het
systeem van de antichrist als beesten, als dieren. Hè? Mm-hmm. De dieren uit Openbaring, die vier beesten die Daniel ziet. Waarom zijn dat beesten? Waarom zijn dat dieren? Omdat die dus niet zijn gelijk de mens. Mm-hmm. Dus die beesten leven ook, maar ze hebben niet gelijk de mens een ziel. Ja, en wat me net al te binnen schoot, er is een hele grappige Nederlandse band, de naam doet er helemaal niet toe. Er is helemaal geen Illuminati-band, er zijn gewoon jongens in Amsterdam. En die hebben, daar heb ik een optreden van meegemaakt. En die gingen helemaal wild, beetje punk, maar dan op zijn Nederlands. En dan ging het erover dat die zanger, die zei dat hij vorige week een brief gekregen had van zijn hond. En dat hij stom verbaasd was. Dat is achterstevoren geredeneerd, want iedereen snapt dat je kan voor een hond zorgen zolang je wil. Maar hij zal nooit een brief aan je schrijven. Met een poes ook. Je ruimt de kattenbak op voor de poes. Maar je hoeft niet te denken dat die poes dan een keertje voor jou boodschappen gaat doen. Apen kunnen ook geen toiletten schoonmaken. Je kan ze wel een beetje trainen, maar als dan de Glorix of whatever maar op is, dan kan zo'n aap niet beseffen dat hij even naar jou moet komen en dan op moet schrijven van, mag ik wat geld, dan ga ik naar de supermarkt en dan haal ik even wat schoonmaakmiddel. Wij stijgen er heel ver bovenuit, want wij zijn machtig in het woord. En een hond niet. Een hond kan woef zeggen of miauw of whatever. Een beetje kreunen of auw. En een koe kan een beetje blaten of zo. Wat doet een koe? Wij kunnen veel verder. Dat is ook juist het gevaar van ons, omdat wij zo sterk zijn in het woord. En voor de daarom, kijker, sorry Perry, daar zeg je iets, daar moet ik direct op inhaken. Omdat we zo sterk zijn in het woord. Ja. Jezus Christus heeft gezegd dat zijn woord is waarheid. Mm-hmm. Er is geen krachtiger wapen op deze aarde als het woord. Mm-hmm. En zeker niet als het woord van God. Mm-hmm. Het tweesnijdig zwaard. Dat enige zwaard dat wij als christenen mogen gebruiken om ons te verdedigen. Mm-hmm. Ja? Het woord, dat is zo belangrijk. Ja. Johannes, eerste kapitel. Ja. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En, voilà. Zo belangrijk. Als je dat nu juist zegt, dat je dat alsjeblieft in de juiste context ook doet voor onze toeschouwers en luisteraars. Mm-hmm. En die andere waar we het al eerder over hebben gehad, in het Oude Testament, Spreuken 15 vers 1. Een zachtmoedig woord vermindert wrok. Alles zit in je woord. Dus, daar kan je tegenin gaan, maar je verliest elke discussie. Als er maar genoeg vodka is voor mij. Als grapje was het natuurlijk. Hè? Niemand mensen aanzetten tot het drinken van vodka. Want anders wordt de vodka veel te duur. Zullen we vers 31 pakken? We zitten bijna op het uur. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Yes. Op zijn Nederlands. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. Dubbele punt. De zesde dag. Nu gaan we eens eventjes een keer terug. Na de eerste dag. Ja, ik ga hem even zoeken. Dat is welk vers? Oh nee, dat is gewoon één. Dat is gewoon de eerste vers dus. Want waar wordt gesproken over de eerste dag? En in vers 4 zegt hem. Ja. And God saw the light that it was good. And the evening and the morning were the first day. Tweede dag. Zegt hem. And God saw that it was good. En de volgende dag. And God saw that it was good. En de volgende dag. And God saw that it was good. En de volgende dag. And God saw that it was good. De zesde dag, zegt hij. Behold, it was very good. Door ons dus. Snapt het verschil? Mm-hmm. 5 dagen zag God dat het goed was. Mm-hmm. De zesde dag zag God dat het
heel goed was. Wat was nu heel goed? Dat wat hij gemaakt had. Zijn creatie, zijn schepping is nu compleet. Het is af, gelijk Jezus op het kruis gezegd heeft. Mm-hmm. It is finished. Het is volbracht, zo in Nederlands, ja. Ja. Het staat hier en God zag alles wat hij gemaakt had. En, ja, behold, weet ik niet, hoe zeg je dat in Vlaams, dat weet ik niet. Het was zeer goed. Dus al die andere dagen was het gewoon goed, nu is het zeer goed. Waarom? Het is perfect. God heeft alles zeer goed gemaakt, hij heeft het perfect gemaakt. Mm-hmm. Nu is het over aan deze creatie om het op die manier te houden. En daar komen we naar het probleem. In Engels zegt men zo schoon, they fucked it up. Or we screwed it. Ja, of hoe je dat ook wil zeggen. Ja, tegenwoordig mag je dat wel. Ik zeg altijd, effed it up of zo. Maar die kinderen die horen zulke smerige straattaal de hele dag. Ja, die zullen echt niet schrikken van een perry en een jurk die ook een keer fucked zeggen. Ik hou daar niet van om deze woorden te gebruiken. Nee, maar je mag het doen. Je moet natuurlijk daarmee rekening houden dat veel mensen die hier naartoe luisteren zulke woorden 50 keer per dag gebruiken zonder erbij stil te staan. Uh-huh. En dat die dat gewoonweg niet verstaan als je het anders zegt. Dus met andere woorden, God heeft alles perfect geschapen, heeft dan de mens de overdracht gegeben, gelijk dat hem gezegd heeft in vers 28, mm-hmm. Multiply, replenish the earth and subdue it and have dominion. En dus God geeft bij wijze van spreken de teugels af aan de mensen. Zeg je dat, teugels? Is dat juist? Ja, ja, ja. Van de farm? Ja. Aan de mens. En wat doet de mens daarmee? Hij smijt het weg. Dat is een heel belangrijk punt, want het is juist daarom dat de mens in zijn verlossing ook geen aandeel heeft. Want in het Oude Testament had de mens nog zelf aandeel aan zijn verlossing door deze ceremonie van die offers door te voeren. Mm-hmm. En wat heeft de mens dan gedaan? Hij heeft andere goden geofferd. Hij heeft het verkakt, met andere woorden. En daarom heeft God een nieuwe contract gesloten met Jezus Christus. En heeft gezegd van jullie hebben maar helemaal geen aandeel daarin. Mm-hmm. Het is door onze of door mijn genade dat je gered zijt. Jij moet daar niks niet voor doen. Jij krijgt het gewoon als geschenk. Dat enige wat je moet doen is dat geschenk aannemen. Want als iemand je een geschenk wil geven en je neemt het niet aan, dan hebt het niet. Maar God geeft het geschenk van eeuwig leven, de genade, als een cadeau naar ons. Wij moeten het cadeau gewoon aannemen. Ja, yep, heel erg mooi. En hier zegt hem dus op het einde in vers 31, de hele schepping was zeer goed, omwille van dat het nu af was. En nu komt nog het meest belangrijke deel, daar spreken we dan de volgende keer over. Mm-hmm. God heeft... Beeld u zich dat eens een keer in. God is een kunstenaar die een beeld wil maken. En op dag 1 neemt hem de lijnwand, hoe noemde dat? Dat witte doek. Mm-hmm. En spant dat op en zet dat allemaal recht en pakt zijn penseels. En de volgende dag pakt hem de kleuren en zet dat allemaal klaar. En dan pakt hem een potlood en dan tekent al een keer een bekken, hier een streepje, daar een streepje. En de volgende dag nemen deze streepjes wat meer vormen aan, krijgen wat meer vormen. En de volgende dag worden deze vormen uitgekleurd, en zo verder, en zo verder. Tot op de zevende dag. Dan zet hij zijn handtekening eronder. En dan is het af. En toen was het aan ons. Ja. En daar gaan we dus de volgende keer over spreken. Ja. Ik heb het al in beeld gebracht. Jij kan het niet zien, maar we hebben geen screencast, want anders krijg je hem vastlopen. Niet voor jou dus, we hebben geen deelschermen, dat gaat wat moeilijker. Maar de kijkeraars kunnen dit al zien. Dat, Genesis 2 vers 1 en Genesis 2 vers 2. Ja. En dan gaan we lekker door, want daarin komen Adam en Eva ten tonele. Niet? Hartstikke spannend wordt dit.
Hier staat het ook. En ja, ik wil maar doorlezen, maar dat doen we niet, want we zitten al over de aandachtspannen van de kijkeraars heen. Hé, hey, Jurk, wil jij nog wat, voordat ik helemaal nog even tjus zeg, nog wat zeggen? Ah ja, als ik nu toch even de gelegenheid krijg, het volgende. Ik had gezegd dat ik dat boek van Martin Luther lees, het Pausdom van de Duivel opgericht. Uh-huh. Hoe je dat ook wil vertalen naar het Nederlands naartoe. Dat is das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ja. Gesticht, dat is een mag boek. Ik zeggen. Ja, gesticht. Ja, in Duits was het nu gestiftet, ne? Ja. In elk geval, dat is een boek, daar ben ik in feite al lang mee bezig, dat ik het wilde lezen. Ik heb een paar Videos zur Inleitung gedaan, tot nu toe twee, die nur mit Truth and History. Da ist ein kleines Pamphlet, ein kleines Magazin, das ich nicht hier vorgelesen habe. Und nun habe ich noch ein anderes Papier gefunden, da ich noch eine Kehr 5 Videos von gemacht habe, von die 20 Paginas, die das Papier immer groß ist, habe ich das 5 Uhre Lesungen vorgetan, in Engels, alterat. Mhm. Um das zu tun, hat ich das deutsche Buch komplett ausgelesen habe. Und ich habe Tom Fress von Inquisition Update auch mahnten gelesen gesagt, von Brett heeft damals die Buchen sowohl an mich als an Tom gestört. Mhm. Und ich habe Tom gesagt, von das ist ein Buch, das muss ich echt gern lesen. Und Tom heeft ja nu auch der aufgelobten Wegen geweiht an der Reformatie mahnt, an Martin Luther heeft von Martin Luther gelesen, sein Geschrift in 1520 an der deutsche Adel. Er heeft het hele pamflet gelesen, of het hele Buch gelesen von Martin Luther von der babylonische Gefangenschap von der Kerk. Hij heeft dan een nieuwsbrief gelezen van Richard Bennett, die ik ook heb liggen, die ik ook wilde lezen. Vatican Fake News. The Lord Jesus Christ condemned the Pharisees as they attempted to suppress the truth of the gospel by equating their traditions with the Bible. Daar gaat het dus ook over de reformatie in dat pamflet. Dat heeft Tom ook gelezen. En nu is hem een paar dagen geleden blijkbaar gestart met dus de Engelse versie van dat boek. Von Martin Luther, das Martin Luther in 1545 geschrieben hat, das heißt in Englisch Against the Roman Papacy, an Institution of the Devil, ne, was ich euch vorgelesen habe in Deutsch, mm-hmm. Das, so nennt er in Englisch. Und ich habe ihm das allmahnte gelesen, gesagt, dass er das muss lesen auf Inquisition Update, und er ist dann nun mehr begonnen, auch am Wille von das bei ihm, das auch Oktober, Reformatie mahnt ist. Und ich bin nun auch damit aufgesloten, ich kann das nun auch mehr beginnen, ich kann das auch lesen, aber ich will allein eventjes an die Lesers, an die Luisteraars of an die Kijkers fragen. Kijk eens een keer, en jij, Perry, kunt die link van die laatste playlist op, van Inquisition Update, aha, van First Amendment Radio, zijn YouTube-channel, daar misschien eens mee inplakken. Da findet ihr das in, heeft, wir sind von da, den 19. Oktober, heeft tot nu toe, ich denke, 4 of 5 Lesungen von dat Buch gedaan. En ik zou iedereen willen vragen, volg niet mij per se, maar ga eens een keer naar First Amendment Radio. Volg een keer die link die Perry hiermee bijdoet. Ja. En volg een keer die lezingen van Tom Fress, die dus voor een ogenblik dat boek leest van Martin Luther, Against the Roman Papacy, an Institution of the Devil. Aha. Een boek wat interessant is om te weten, dat is het laatste boek dat Martin Luther geschreven heeft. Dat werd gepubliceerd op 25 maart 1545. Dezelfde dag als het Concilie van Trent opende. Aha, aha, aha. En Martin Luther stierf 18 februari 1546, dus nog geen jaar na de publicatie van dit boek. En dat is dus in feite zijn nalatenschap, zal aha. ik maar zeggen. En ik heb dat boek dus compleet in Duits gelezen, heb tot nu toe, tot vandaag de dag, 8 delen daarvan op mijn kanaal omhoog geladen. Ze worden compleet opgeladen, alle 14 delen, tot het einde van deze maand. Aha. Reformatiedag waarschijnlijk de laatste deel, de 31ste, dus aha. nog 12 dagen van vandaag. Maar ik wil dus gewoon aan de luisteraars of kijkers vragen om in dit geval niet alleen maar mij te volgen, maar zeker die lezing van Tom Fress, ja, van dat wonderbare boek van Martin Luther over de Antichrist te gaan volgen. En anders kunnen ze ook eens een keer die opbouwende video's kijken die ik in Engels nu ook aan het opladen ben. 1 per week doe ik momenteel. Meer kan ik niet, anders krijg ik dat boek niet opgeladen in Duits tot einde van de maand, want die heeft maar 31 dagen. Maar dan versta je ook, als je bij mij die inleiding kijkt, hoe is Luther aan dat geloof gekomen dat de paus de antichrist is? Wat zijn de Bijbelse steunen die dat ondersteunen? Want dat is niet Luthers mening. Dat is alles Bijbels onderbouwd. En dat hele boek gaat daarover en is zeer, zeer interessant om te volgen. En ik wil gewoon een oproep doen dat die mensen niet alleen eventueel mijn lezing daarvan volgen, mm-hmm.
Maar als ze kunnen en de tijd hebben, zeker die lezing van Tom te volgen. Want zelfs al leest Tom hier hetzelfde boek, wat ik nu ook ga beginnen in Engels te lezen, en lezen we allebei hetzelfde boek, ik kan u één ding verzekeren. Wat ik daarover te zeggen heb en hoe ik het lees, is anders als wat Tom daarover te zeggen heeft en hoe Tom het leest. Je gaat dus in feite een stereo-lessen kan krijgen, ja, als je de twee boeklezingen, ja, volgt. Voor je linkeroor en je rechteroor, ja. Daar zou ik het graag eventjes bij laten. Ik dank u voor de rest voor uw aandacht, voor het luisteren, voor het kijken, voor uw commentaren, ook al zijn ze nog zo zelden. Het doet altijd deugd om te zien dat die mensen toch hier en daar iets aannemen. En als je een vraag hebt en je wilt die aan mij richten, dan kunnen jullie mij altijd contacteren via de commentaarsectie van deze video. En als dat bij Perry opgeladen is en je stelt daar een vraag aan mij, dan zal Perry dat zeker doorgeven aan mij. Gelijk dat ik dat zal doen als ik zoiets op mijn kanaal oplaad en er wordt een vraag aan Perry gesteld. Perry, jij nog een keer bedankt dat je mij daarvoor uitgenodigd hebt en dat we dus in dik 4 uur erin geslaagd zijn om het eerste kapitel van de handboek te lezen en te analyseren. En voor de rest zeg ik gewoon van vielen dank, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Nou, ik heb er echt niks aan toe te voegen, mensen. Ik vind dat we het weer eens hartstikke netjes gedaan hebben. En op zijn hamburg zeg ik, net als Jurk, zeg ik tjus. En dag, lievers.